Wout, we staan hier naar jouw implantaat, te kijken. Je hebt een kies laten trekken. Waarom moest je eruit? Voor wat anders. Die heb ik kapot gebeten op een dropje. Die was gesplijt en die was niet meer te herstellen. Maar dropjes zijn slecht voor je tanden. Waarom doe je dat? Ja. En dropjes zijn ook heel erg lekker. En ja. Af en toe kan je de verleiding niet verstaan. Maar goed, de kies was kapot. Hij is eruit gehaald. En daar is het implantaat geplaatst. Hoe lang zat dat tussen? Er zat een half jaar tussen. Nu zien we aan de foto dat het implantaat toch wat problemen heeft gehad met de hechting. Merkte je daar wat van? Nee, daar merkte ik zelf niks van. Gelukkig zijn dit soort foto's, dat je dat ziet, dat er iets aan de hand is. Zat het nog niet los of zo? Nee, ik merkte er zelf helemaal niks aan. Dus je moet echt op controle? Je moet echt op controle, okay. Ja. Nou, uit de foto is gebleken dat er duidelijk een stukje botmassa van de kaak, het botweefsel, verdwenen is. Wat ben je gaan doen? En nadat ik hier ben geweest bij de tandarts, ben ik geïnstrueerd en ben ik aanvankelijk behandeld met een paar injecties daarin. En vervolgens is voor mij niks anders en niks meer en niks minder dan 's avonds na tandenpoetsen een gel onder je implantaat spuiten. En dus die gel is ook een keer hieronder ingebracht door de tandarts zelf, ja. Waardoor zeg maar echt alle bacteriën gedood zijn. Hoe lang heb je dat gedaan voordat je tot dit resultaat kwam? Want hier zien we het volgende plaatje. Het is in een half jaar tijd gebeurd. Oké, okay. Had je dat niet ontdekt, wat had er dan kunnen gebeuren? Daar ben ik geen expert in, maar dat laat ik graag aan het anders over. Ja, dit proces was natuurlijk onherroepelijk doorgegaan. Dus uiteindelijk leidt dat tot verlies van het implantaat. En dan weer een nieuwe plaatsen, wordt dat wel heel ingewikkeld? Dat wordt heel moeilijk, omdat er natuurlijk heel veel botmassa verdwenen is. En dan is het plaatsen van een nieuw implantaat echt veel moeilijker. Dan moet je chirurgische ingrepen gaan doen om extra bot weer aan te brengen. Dat eerst weer te laten herstellen en dan zou eventueel een nieuw implantaat geplaatst kunnen worden. Ja. We hebben nu gezien dat het botmassa bijna, inmiddels is het al boven de schroefdraad, maar het kan nog wat hoger. Gaat dit nog hoger? Dat is wel de verwachting. We moeten even kijken als we over een jaartje weer een controlefoto maken of dat inderdaad gebeurt. Ja, maar dit is eigenlijk al een heel mooi resultaat wat we nu bereikt hebben. En ik denk dat we hier al heel erg tevreden mee mogen zijn. Zeker omdat dit ook een resultaat is wat gewoon stabiel is. Als meneer de Blue M producten gewoon blijft gebruiken. Is het vervelend en lastig om de producten te gebruiken? Nee, het is een gewone tandpasta. Die voelt en proeft als een gewone tandpasta. Die gebruikt als een gewone tandpasta. Spoelwater is gewoon spoelwater wat je gewoon gebruikt. Het enige wat je extra hoeft te doen is de gel onder je implantaat spuiten. En dat is geen extra moeite. Oké, nou ja, als je deze resultaten binnenkrijgt, dan spaar je volgens mij veel pijn en ellende op latere tijd uit. Nou oké, dankjewel voor de duidelijke uitleg en voor dit leerzame gesprek. Dankjewel.